De Tilburgse PvdA-fractie wil minder Engels zien in de winkelstraten. Termen als sale in plaats van uitverkoop en kleding passen in de fitting rooms in plaats van in de paskamers zijn over een tijdje verleden tijd, tenminste als het aan de partij ligt. Om dat te stimuleren heeft de fractie een wedstrijd georganiseerd. De winkelier die het leukste de Engelstalige teksten in de etalage vervangt door Nederlandse of zelfs Tilburgse vertalingen, wint een prijs. Wat die prijs zal zijn, dat houdt de partij nog even geheim.